Er was eens een knappe maar hoogmoedige prins, die in een prachtig paleis woonde. Op een dag werd er op de paleisdeur geklopt. Daar stond een keurig oud vrouwtje met een wandelstok. Mag ik de prins iets vragen? Ja, mevrouw, volgt u mij maar. Kan ik hier logeren? Nee, mevrouw, dat gaat niet. Het oude vrouwtje dat eigenlijk een tovenares was, werd ontzettend boos. Ze zwaaide met haar wandelstok en sprak een boze toverformule uit. Abacadabra, magische geest. Verander deze prins in een vreselijk beest. De prins was nu in een verschrikkelijk lelijk beest veranderd. Ook zijn bediendes waren betoverd. De werkster in een theepot, de tuinman in een kopje en de lakei in een kandelaar. Ze konden echter nog wel spreken. Wat is er gebeurd? Ik weet het niet. Kijk, de prins is nu een beest. De vloek kon alleen worden verbroken als de prins voor zijn 21ste verjaardag zou trouwen met een vrouw die ook op hem verliefd was. Diezelfde dag zou de magische roos verwelken. Even verderop in een klein dorpje woonden een vader en zijn dochter. De dochter was een knap meisje dat Belle heette. Ze las graag boeken. Een van de jongens in het dorp was vreselijk verliefd op haar. Maar Belle moest niets van hem hebben. Wie is daar? Ik ben het, Jeroen. Wat is er? Zullen we gaan wandelen? Nee, want je weet dat ik niet van je hou. Jeroen was vreselijk teleurgesteld en liep weg. Even later ging vader naar de stad om een boodschap te doen. Belle, ik ben zo terug. Tot straks, vader. Onderweg werd vader door een grote wolf overvallen. Hij wist te ontsnappen, maar kwam in het paleis van de prins terecht. Daar werd hij door het beest opgesloten in een donkere kamer. Nu zat hij gevangen. Omdat vader niet terugkeerde, ging Belle hem zoeken. Ze hoorde dat hij in het paleis was. Belle ging naar het beest en smeekte hem haar vader vrij te laten. Laat alsjeblieft mijn vader vrij. Dat kan, als je voor altijd hier blijft. Dat zal ik doen. Belle mocht overal in het paleis komen. Behalve in de kamer met de magische roos. Toen zij dat op een dag toch deed, werd ze door het beest betrapt en het paleis uitgejaagd. Het beest kreeg al snel spijt en ging haar zoeken. Belle was aangevallen door een paar wolven. Het beest vocht met de wolven en wist ze te verdrijven. Maar hij was wel gewond. Belle verzorgde hem.
Zodoende ontstond er een beginnende liefde. Op een avond toen het beest van zijn verwondingen hersteld was, vroeg hij Belle in de balzaal ten dans. Zij had haar mooiste jurk aangetrokken. Belle, wil je met me dansen? Heel graag. Ze dansten de hele avond en waren zielsgelukkig. Jeroen, die nog steeds verliefd op Belle was, wilde toch met haar trouwen. Hij ging naar het paleis om haar op te halen. Er ontstond een gevecht, waarbij het beest door een messteek ernstig gewond raakte. Met zijn laatste krachten wist hij Jeroen een klap te geven, waardoor deze naar beneden viel. Toen zakte hij in elkaar en viel op de grond. Belle vond het stervende beest en vertelde dat ze van hem hield. Ik hou van jou, lief beest. Hierdoor werd de betovering op het laatste nippertje verbroken. Het beest veranderde weer in een knappe prins en herstelde ook van al zijn verwondingen. En het betoverde personeel veranderde weer in echte mensen. De prins vroeg Belle ten huwelijk. Lieve Belle, wil je met mij trouwen? Niets liever dan dat, beste prins. De bruiloft werd de volgende dag gevierd. Belle en haar prins leefden nog lang en gelukkig.